Dit moet anders kunnen. Yo, ik ben Niels en tof dat je kijkt naar deze nieuwe video. En deze week ga ik je alles uitleggen over de Efteling app. Wat kun je ermee en hoe wordt jouw dag makkelijker? Ja, en ik breek heel even in mijn eigen video, want de Efteling app heeft dus een update gehad waardoor het een en ander veranderd is. Het is niet veel, dus ik ga er heel eventjes met je doorheen lopen wat er nou precies veranderd is. Het menu staat niet meer linksbovenin, maar staat nu onderin. Onderin zie je nu een kopje kaart, overnachten en account. Dit is op zich niet heel veel anders dan dat het was. Het overnachten kopje is volledig nieuw. Hier kun je dus alles zien over overnachten in de Efteling. En het andere echte verschil wat ik gespot heb is bij accounts. Als we naar account gaan, dan zien we dus als we naar beneden gaan het kopje werk mee aan verwondering. Dat kopje zat er eerst niet in, dat is nieuw. Dat gaat naar de vacaturepagina van de Efteling. Verder is de video gewoon nog actueel. Het is helemaal hetzelfde. Alleen als ik zeg dat je naar linksboven moet, moet je eigenlijk naar onder. Dat is het. Veel plezier. Alles komt aan bod. En we beginnen gewoon bij stap 1, het downloaden van de app. Want dat is natuurlijk wel handig als je de app wil gebruiken. Ik heb zelf een Android telefoon, dus deze dag gaat het over Android. Maar voor Apple werkt het precies hetzelfde. Op het moment dat we de app voor de allereerste keer openen, zien we de Efteling als plattegrond. Hier ga ik straks meer over vertellen, want ik begin eventjes bij de drie vinkjes aan de linkerkant op je display. Op het moment dat we daarop drukken, krijgen we allerlei zaken te zien. En voor dit gaan we naar account en tickets. Want we beginnen bij het begin. Hier zie je bijvoorbeeld dat je kan inloggen of een account kan maken. Dat is natuurlijk heel handig, want zo kun je heel veel dingen personaliseren. Ik zal mezelf eerst even inloggen voor dit geval. Oké, ik ben ingelogd in de Efteling app en dingen die we hier zien zijn bijvoorbeeld reserveren voor jouw dag Efteling. Dit is alleen nodig als jij een ticket koopt. Als jij een abonnement hebt, hoef je geen reservering te maken. Een tijdsvak is ook niet meer nodig, maar op het moment van opnemen is een reservering wel verplicht. Ook kun je in de app tickets kopen, dat is natuurlijk ook heel makkelijk. Zo hoef je niet in de rij te staan bij de Efteling zelf en kun je gewoon het park inlopen als je hier aankomt. En ook kun je je tickets inscannen zodat je ze in de Efteling app hebt en hoef je ze dus niet los mee te nemen. Dit is bijvoorbeeld handig als jij een Albert Heijn ticket hebt of zoiets. Verder zien we hier ook staan Efteling herinneringen en daar ga ik straks meer over vertellen. Dat laat ik nu even voor wat het is. Ook zien we Efteling Lab, hier kom ik later ook op terug. Maar je kunt ook je parkeerticket bestellen en dit is ook super handig, want als je dit op het einde van je dag doet, sta je in de rij voor de ticketautomaat en dat is natuurlijk helemaal niet handig. Zo kun je je ticket in je telefoon krijgen en hoef je dus ook niet een los ticketje te hebben. Ook super makkelijk. Als we verder naar beneden gaan zien we mijn gegevens, dat zijn uiteraard jouw gegevens en je kunt ook uitloggen als je dat wilt. Ik zou niet weten waarom, maar dat kan. En helemaal onderin zien we privacy statement en als je hierop klikt, dan zie je dus eigenlijk waar je mee akkoord gaat als je de Efteling app gebruikt. Nou, we hebben nu de basis gehad van de Efteling app, dus we gaan even een rondje lopen en we gaan kijken wat we ermee kunnen doen. Oké, ik ben naar het Ruigrijk gelopen en ik ga je even uitleggen wat je allemaal ziet op de parkplattegrond in de app. Want zo heb je bijvoorbeeld de Efteling zelf, zoals je hem kan zien. Als je naar de zijkant gaat, zie je het Loonse Land, je ziet Efteling Bosrijk. Maar je hebt natuurlijk nog veel meer dingen die je nu ziet. Zo zie je het kopje favorieten, ja, die is nu nog leeg. Je hebt het kopje 70 jaar Efteling, wat is er te doen in het 70 jaar jubileum van de Efteling. Je hebt het kopje eten en drinken, het kopje shows. Kopje Sprookjesbos, toiletten en het kopje praktisch. En hier ga ik allemaal even één voor één met je doorheen lopen. Want je hebt allemaal toffe dingen die je hiermee kan doen. En ik begin bij de attracties. Want de attracties hebben natuurlijk heel veel informatie. En die kan je ook inzien in de app. Als ik nou bijvoorbeeld inzoom en ik kijk naar deze. De Python. Druk op de Python. Wat kan ik allemaal zien? Nou, je ziet bijvoorbeeld hoe lang is de wachtrij van de Python. En niet alleen dat, maar hoe lang is de single riderslijn van de Python. Ook zie je de beperkingen die er gelden voor de attractie. Zo kun je er bijvoorbeeld niet in als je zwanger bent. En zo zijn er nog veel meer dingen. Wil je nou uitleg hebben over die icoontjes, dan kun je erop klikken en dan zie je precies wat er allemaal niet kan bij die attractie. Gaan we terug en dan zien we dus bekijk op kaart. Op het moment dat we daarop drukken, dan zien we dus waar die attractie zich bevindt. Ook dat is natuurlijk super handig. In dit geval zit ik ernaast. Maar hè, mocht je dat nou niet zitten, bijvoorbeeld wil je naar Ravelijn, helemaal aan de andere kant van het park,
dan laat hij ook zien waar die attractie zit. En mocht je nou denken, dit is niet genoeg, hoe kom ik daar nou precies? Nou, dan heb je een poppetje en dan kan je op drukken, die zit rechts onderin en dan krijg je dus een route hoe je het snelst bij die attractie kan komen. Ook dat is super handig. Nou, openen nog een keer de attractie, want er zijn nog meer dingen die je kan zien. Zo heb je ook de verwachte drukte. Je ziet hoe druk het nu is en je ziet dus ook in de app dat ze verwachten dat het vanmiddag nog veel drukker gaat worden. Dit is allemaal berekend aan de hand van allerlei data, van allerlei jaren die ze bij elkaar verzamelen. Verder zie je ook een korte uitleg van wat de attractie inhoudt. En als je helemaal naar onder gaat, zie je dus ook een kopje waar je een notificatie kan krijgen als de wachtrij lager is dan bijvoorbeeld 10 minuten. Dat is natuurlijk super handig als jij denkt, nou, ik vind dit wel heel lang. Druk hem aan en dus krijg je een melding op je telefoon als de wachtrij onder de 10 minuten zakt. Super handig. En als je nou wil helpen om die wachttijd een beetje up-to-date te houden als jij in de rij staat, dan kun je ook zelf aangeven of de wachtrijtijd klopt, ja of nee. Er zit hier een vlaggetje bovenin, daar kun je op drukken en dan kun je dus aangeven of de rij langer is, korter is of precies klopt. Dat is natuurlijk hartstikke fijn, want zo kun je ook andere bezoekers helpen met de juiste wachttijd. Nou, als we nog even teruggaan naar de parkplattegrond zelf, dan is dus dat blauwe stipje op de map, dat ben jij. Dus dan kan je ook zien waar je jezelf bevindt in het park. En mocht je nou in de app een hele andere kant op gaan en denken, joh, waar was ik nou ook alweer? Dan kun je aan de rechterkant ook op dat rondje drukken en dan gaat hij weer terug naar de plaats waar jij je bevindt. Nou, ik begin ondertussen een beetje honger te krijgen en dat komt goed uit, want ook in de Efteling app kun je terecht als je op zoek bent naar eten en drinken. Want er is een apart kopje voor, ook in het menu, dan ga je voor naar eten en drinken. En als je dat aanvinkt, dan filtert hij dus op de map alles weg wat niets met eten en drinken te maken heeft. Dat maakt het lekker overzichtelijk. Dit geldt ook voor attracties, geldt ook voor shows, geldt voor souvenirs, geldt voor toiletten. Als jij een specifiek iets zoekt en je filtert hem op dat kopje, krijg je alleen dat te zien. Wat is er nou nog meer in de Efteling app? Wat handig is wat betreft eten en drinken. Nou, als je bijvoorbeeld nu naar de Oase gaat, want daar zit ik bijvoorbeeld naast, dan kun je dus bijvoorbeeld zien wat ze allemaal verkopen. Dit kan overigens alleen bij restaurantjes die mobile order hebben. Daar ga ik straks meer over vertellen. Maar bij deze is dat dus mogelijk. En je kunt dus online bestellen. En dan kan je dus op de kaart kijken wat ze daar hebben. Dus op die manier hoef je niet naar de andere kant van het park, maar je kan gewoon online al inzien wat er verkocht wordt en wat dat kost. Wat wel handig is om daarbij te vermelden, als jij mobile order gebruikt, heb je dus geen recht op abonnementenkorting. Dat is natuurlijk wel jammer, maar goed, het scheelt wel een hoop wachttijd. Want zoals ik al zei, ze hebben in de Efteling mobile order. Hoe werkt dat nou? Nou, sommige punten kun je dat dus gebruiken. En als je teruggaat naar de plattegrond, dan kun je dat dus zien aan de hand van het kopje bestellen. Staat dat er niet bij, heb je geen mobile order. Bijvoorbeeld het Silent Fregat aan deze kant heeft niet het kopje bestellen en daar kun je dus geen mobile order gebruiken. Goed, we gaan weer even terug naar de Oase, want er zijn nog meer dingen die je kan zien. Als je hem opent, zie je bijvoorbeeld ook waar op de kaart die zit. Je kunt er naartoe met de navigatie, heb ik net uitgelegd. Maar je ziet bijvoorbeeld ook wat ze daar verkopen. In dit geval is het dunne kebab en Turkse pizza's. Natuurlijk handig als je bijvoorbeeld naar iets specifieks op zoek bent. Nou, ook kun je zien tot hoe laat dit horecapuntje open is. Dat is natuurlijk ook handig. Maar als je op de plattegrond zelf kijkt, zie je ook welke horecapuntje er wel en niet geopend is. En dat kun je zien omdat puntjes die open zijn, hebben een zwart puntje. En dingen die gesloten zijn, die hebben een soort van grijsachtig puntje. Dus op die manier zie je in één oogopslag wat er wel en niet open is. Zo zien we dus dat de Oase geopend is. Maar zo zien we hier dat het Currywurst Chaletje heel de dag gesloten gaat zijn vandaag. Dus hoef je ook niet op te wachten. Dus dat is allemaal handige informatie die jij kan gebruiken. Nou, je kunt niet bij alle horeca zo naar binnen lopen. Er zijn horeca tentjes in de Efteling waarvoor je moet reserveren. En ook dat kan door middel van de Efteling app. Dat zie je als je op het grote scherm bent zoals hier. Ik heb alleen eten en drinken geactiveerd. En hier zie je het kopje reserveren. Daar sta ik toevallig heel dichtbij. Dat is het koffertje hier achter me. En als ik daar naartoe ga, dan kan ik dus aan de hand van de Efteling app een reservering plaatsen voor dit horecapuntje. Hier zit het kopje reserveren en op die manier wordt je doorgelinkt naar een website. En hier kun je dus ook het menu zien, maar ook een reservering plaatsen. Zodat je hier ook gewoon op een bepaald tijdstip verzekerd bent van het tafeltje. Dus niet alleen bij het poffertje, is bijvoorbeeld ook bij Polders Keuken, maar ook bij het Wapen van Ravelijn. Hou dit zeker in de gaten en wacht niet te lang, want als het vol is, is het vol.
Nou, zoals ik net al zei, hier in dat overleven menu kan je dus op alles selecteren. Als ik nou bijvoorbeeld alleen naar shows wil, dan filtert hij alles weg behalve de shows. En dat maakt het gewoon heel veel overzichtelijker. En dat geldt natuurlijk ook voor de wc's. Dus dat is natuurlijk hartstikke makkelijk. En dat geldt ook voor praktische zaken. En wat zijn nou bijvoorbeeld praktische zaken? Nou, bijvoorbeeld de EHBO. Natuurlijk hartstikke handig. Een pinautomaat. Een verschoonruimte voor je kinderen, allemaal dat soort zaken, die kun je ook vinden onder het kopje praktisch. Ja, met die shows kun je nog veel meer, maar daarvoor ga ik eventjes naar een andere plek toe. I've been looking out for somebody just like you, but then you walk on by. And I knew what I had to do. The way you're moving, the way you shine, everybody's watching you. Het volgende kopje wat we gaan behandelen zijn shows. En ook dit is heel erg makkelijk. Wat we doen is, we zitten in het algemeen plattegrondje van de Efteling. En dan gaan we filteren op shows. Want op die manier wordt het gewoon overzichtelijk. En we staan hier op dit moment bij Ravelijn. Dus ik pak Ravelijn ook even als voorbeeld. Klikken op Ravelijn. En het eerste wat we gelijk zien is hoe laat de volgende show is. Maar die is in dit geval om 3:30. En ook hier weer zien we een aantal kopjes van wat de show nou precies inhoudt. Wil je nou weten wat het is, klik er even op en dan krijg je dus ook informatie over de icoontjes die je ziet. Nou, als we dan teruggaan, dan zien we dus ook gewoon de showtijden die vandaag spelen. En we zien ook de shows die nog komen gaan. En wil jij nou geen show missen, dan kan je dus het belletje aanvinken aan de achterkant. En dan krijg jij 15 minuten voor aanvang een melding op je telefoon dat de show gaat beginnen. Dat is natuurlijk hartstikke makkelijk, want je wil niet de hele dag op je telefoon zitten als je lekker in een pretpark bent. Op deze manier kan je gewoon naar je shows en hoef je dus niks te missen. Ook hier kan je naartoe navigeren en ook hier kan je zien op de kaart waar het allemaal zich afspeelt. En ook kun je zien wat de show nou precies inhoudt. In dit geval is het Ravelijn en wordt dus het verhaal van Ravelijn kort uitgelegd. Maar als ik nou bijvoorbeeld naar de Sprookjesprokkelaar ga, een stukje verderop, even kijken, waar zit die? Hier. Zien we ook gelijk hoe laat de volgende show is. En werkt hetzelfde. Ook hier kun je een vinkje aanzetten. En hier staat dus ook het verhaal van de Sprookjesprokkelaar. Hartstikke handig. Wil je dit nou allemaal in één oogopslag doen, want jij bent helemaal fan van entertainment, dat kan. Je kunt dus gebruik maken van de favoriete knop. Op het moment dat jij iets opent, bijvoorbeeld de Sprookjesprokkelaar, staat er een hartje rechtsbovenin. Op het moment dat jij op dat hartje drukt, dan kleurt dat hartje in en dan pak ik er even nog eentje bij. Ravelijn, vind ik heel leuk. Doe ik ook een hartje bij. Als ik nu terug ga naar het algemeen menu en ik ga naar favorieten, dan staat dus Ravelijn en de Sprookjesprokkelaar helemaal bovenaan. Kan ik in één oogopslag kan ik dat doen. Dit werkt ook bij attracties, dit werkt ook bij restaurantjes en dit werkt ook bij toiletten. Misschien ook handig. Het volgende kopje wat we gaan behandelen in de app, dat zijn de foto's. Vroeger kocht je foto's gewoon bij de uitgang van een attractie. Tegenwoordig gaat het iets anders en kan het allemaal digitaal. Het is natuurlijk veel makkelijker en ik ga jou laten zien hoe dat het werkt. Zo ga je naar het kopje algemene dingen, accounts en tickets. Scroll je naar beneden en dan zie je mijn Efteling herinnering. Ik heb er al een paar foto's in staan. Ga ik naar Bekijk en dan zie je dus de foto's die jij op die dag gemaakt hebt. Foto. Ik heb hier een foto van Carnival Festival en een foto van Droomvlucht. Hartstikke leuk. En je kunt die foto's dus toevoegen. Hoe doe je dat nou precies? Nou, dat is hartstikke makkelijk. Je hebt in een kopje foto's toevoegen. En er zijn een aantal dingen die je in de gaten moet houden op het moment dat jij een attractie verlaat. Je moet weten welk nummer heeft jouw foto. Die kun je zien als je de attractie verlaat op de schermen. En welk punt is het geweest waar je was. Bijvoorbeeld Carnival Festival, Droomvlucht of Vogelrok. Ik ga nu een foto toevoegen van Vogelrok. Dus ik zoek hier op Vogelrok. En ik weet toevallig het nummer uit mijn hoofd. 378. Kijk, daar zijn wij. Toevoegen. Nou, hoe krijg ik nou die foto gedownload? Nou, daar heb je dus een digi-fotopas voor nodig. En die digi-fotopas kan je op twee manieren krijgen. Die kun je of in de app aankopen, of je kunt hem fysiek kopen bij zo'n loketje hier achter me. Er zijn er twee in het park, eentje in het Ruigrijk en eentje op het Dwarrelplein.
En zo'n digipas kost 25 euro. Klinkt als een hoop geld, maar je kunt dus heel de dag onbeperkt foto's downloaden, zoveel als je wilt. De foto's die je nu in de app hebt staan zijn van hele lage kwaliteit. Als jij hem van goede kwaliteit wil hebben, dan moet je dus zo'n digipas aanschaffen. Als je nou die digipas online wil aanschaffen, druk je op een foto, krijg je een pop-up dat je meer informatie nodig hebt. Op het moment dat je daarop drukt, word je dus doorgewezen en kan je dus een digifotopas activeren. Op het moment dat ik op activeren druk, kan ik kiezen welke ik wil. Word ik doorgestuurd naar een website. En dan kan ik dus kiezen tussen digifotopas en digifotopas voor verblijfsgasten. Want verblijfsgasten kunnen voor 35 euro ook een digipas aanschaffen. En die is zo lang geldig als dat jij in de Efteling bent. Dus ben jij hier 2, 3 of zelfs 4 dagen, dan kun je dus onbeperkt foto's blijven downloaden. Wil je nou een fysieke foto? Dat kan ook. Die kun je bijvoorbeeld bij dat loketje hier achter laten afdrukken. Op verschillende manieren. Wil jij nou 1 foto, dan raad ik je aan om naar zo'n loketje te gaan hier. Want anders ben jij 25 euro kwijt. Dit is wel een fysieke foto, kan niet digitaal helaas. Maar je kunt hem wel laten afdrukken op allerlei verschillende dingen. Als een sleutelhanger of wat dan ook. Vind je dat nou leuk, dan heeft Efteling ook vouchers. Die vouchers kan je kopen in 4 of in 6. En die zijn te gebruiken ook bij deze loketjes om hem te krijgen als een sleutelhanger of een fysieke foto. Wat ook wel leuk is, dat als je een digifotopas koopt, dat je 30% korting krijgt op fysieke items. Dus naast dat je de foto's digitaal hebt, kun je ze ook hier laten afdrukken. En dan betaal je dus 30% minder. Dus dat is ook wel heel erg aantrekkelijk. Nou, zo zijn er dus genoeg manieren om jouw dagje Efteling voor altijd vast te leggen. Het volgende kopje wat ik ga laten zien is persoonlijke belevingen. En dit is een heel klein kopje in de app, maar dit is wel super vet. Want hiermee kan je dus, ja, zoals ik al zeg, persoonlijke belevingen aanzetten. Hoe gaat dit nou in zijn werk? Nou, het is heel makkelijk. Je gaat wederom naar het menu toe en uiteindelijk ga je naar account en tickets. Dan ga je helemaal naar beneden en dan ga je naar mijn gegevens. We hebben het in de video al eerder over gehad, maar goed, daar gaan we nu naartoe. En hier heb je het kopje persoonlijke diensten en belevingen tijdens je bezoek. Deze moet aanstaan, dat is belangrijk. Vervolgens ga je naar onder en dan staat er persoonlijke belevingen. Die openen we en ook daar moet je alles toestaan wat hier staat. Vervolgens zet je je Bluetooth, je GPS en je internet, dus 2, 3, 4 of 5G, wat je wil, dat zet je aan. En als je dan de Efteling app ook nog eens open hebt staan, ja, snap je het nog, dan heb je dus persoonlijke belevingen. Dat is iets wat nog uitgerold wordt, is nog niet heel groot binnen de Efteling. Maar je kunt bijvoorbeeld dus aangesproken worden door kniezende kniezoor hier in het Sprookjesbos. Die kent dan, als je geluk hebt, jouw naam en spreekt je dus ook aan met jouw naam. Nou zijn de geruchten dat ze in Symbolica bezig zijn om dit ook uit te gaan rollen. Zodat ook daar op een gegeven moment degene aangesproken kan worden met zijn of haar naam. Of zelfs in het Engels, mocht jij Engelstalig zijn, of zelfs Duits. Dat is allemaal mogelijk, hier zijn ze mee bezig achter de schermen. Maar op het moment van opnemen is dat nog niet helemaal rond. Maar Kniezende Kniezoor, die kan dat dus wel. En dat ga ik je nu even laten zien. Nou, we lopen nu richting Kniezende Kniezoor. En zoals je kan zien heb ik mijn Efteling app openstaan. En ik heb ook alles geactiveerd wat ik net zei. Dus als het goed is, als we geluk hebben, we lopen nu langs de sensor. En als we geluk hebben, dan herkent hij mij. En u bent... Maar niet die van u. Even denken. Ja, ja. Nee. Nee, sorry. Ik dacht u te kennen. Oh, nee. Ik vergis. Nee, hij gaat het niet doen. Maar hier is een clip waarop hij het wel doet. Zo, nieuws. Ja, ja. Nou, zoals je ziet, er zijn momenten waarop Kniezoor het wel doet. Alleen hij moet wel even zijn dag hebben. En vandaag is dat dus absoluut niet het geval.
Nou, we zijn er al bijna doorheen, maar ik heb nog een aantal dingetjes die ik toch eventjes met je wil bespreken. Want zo hebben we bijvoorbeeld ook nog de pennenveer niet gehad. Gaan we weer naar het menu, net zoals altijd. En dan kunnen we dus chats met pennenveer doen. En de pennenveer, dat is een soort van, ja, intelligent dingetje die leert de mate dat hij praat. Je kunt vragen aan de pennenveer stellen over de Efteling. Maar regelmatig zegt hij toch dat hij het niet weet. En dan moet hij toch uiteindelijk je doorverbinden met een echte collega. Maar het is een leuk iets. En die pennenveer die staat ook gelinkt aan Efteling Lab. En daar is gelijk het mooie bruggetje naar overige Efteling apps. Want de Efteling heeft meer apps dan alleen de Efteling app. Gaan we eventjes naartoe. Nou, Efteling Lab is een aparte app die ook weer te downloaden is in de Play Store, Google, waar je maar wilt. Afhankelijk van wat jij gebruikt. En de pennenveer is hier ook weer het prominente ding. Want je kunt dus aan de hand van de pennenveer allerlei informatie geven. En dan gaat hij voor jou bepalen, of tenminste adviezen geven, hoe jij je dagje Efteling kan indelen. Op zich een heel leuk initiatief. En dan kun je dus allerlei dingen zien. Als je akkoord gaat hiermee, kan je dus aangeven hoeveel mensen je in je gezelschap hebt. En hoe oud ze zijn. Nou, 2 mensen. En dan kan je dus ook allerlei zaken aangeven. Waardoor jouw dagje Efteling dus voor jou ingedeeld kan worden. En dat hij denkt, dat is misschien leuk. Zo zijn er nog meer Efteling apps. Zo hebben we bijvoorbeeld ook Efteling Kids. Ook dat is een hele leuke app. Daarin kan je allerlei filmpjes kijken. Onrides, Jokie en Jet, liedjes, allerlei dingen die speciaal voor de kinderen zijn. Hartstikke leuk, ga daar zeker even naar kijken. En de volgende app is een leuke voor als je in de wachtrij staat. Deze app heet Niemand Weet. Ja, niemand weet, niemand weet, hè? Met deze app kun je een naam op je voorhoofd krijgen als je je telefoon op je voorhoofd houdt. En dan kun je dus aan andere mensen vragen wie jij bent. En de andere mensen mogen alleen met ja en nee antwoorden. En het zijn altijd Eftelingbewoners. Dus ja, hè, wil jij een leuk spelletje spelen in de wachtrij? Een soort wie ben ik? Nou, dan kan je dat spelen met Niemand Weet. En de volgende app speelt zich af in Bosrijk. Help Klaas vaak zand zoeken. Dit is een augmented reality app. Hiermee kan je Bosrijk ontdekken en kan je dus zand zoeken voor Klaas vaak. En het was voorheen zo dat als jij het zand had gevonden voor Klaas vaak, kon je een showtje activeren op het kasteel in Bosrijk. Natuurlijk hartstikke tof. En hebben ze nog een augmented reality app. En die app die heet Meikevers. En ook dat is een spelletje wat je kan spelen in de wachtrij. Heeft te maken met Max en Moritz. Die hebben de meikevers losgelaten. En jij moet ze weer gaan vangen. En als je ze nou allemaal gevangen hebt, kan je ze aan het einde ook weer aan Hollebolle Gijs geven. Die bij de uitgang zit van Max en Moritz. Lekker soort van interactief augmented reality spelletje. Ook dat is hartstikke leuk om een keer te doen. En zo kom ik al aan het einde van de video van deze week. Vond je het nou een toffe video? Geef dan even een duimpje omhoog. En ik ben wel benieuwd, wat mis jij in de Efteling app? Wat zou jij graag zien? Laat het even weten in de reacties. Bedankt voor het kijken, tot volgende week.